Je bent begonnen met vloggen, maar inmiddels heb je al je vlogs verwijderd van YouTube. Waarom? Kan je acteren? Nou, dat weet ik dus niet. Ik heb nog nooit geacteerd. Nee, vind jij op dit moment het grootste nadeel aan beroemd zijn? Hallo. Hey. Alles goed? Ja, met jou? Ja. Leuk je te zien. Ja, ik zou je stoel even achterschrijven. Oh. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké, leuk. Nou, zo, waar zitten we dan? Wij kennen elkaar al, ja, toch? Ik heb er één keer geïnterviewd bij Noordenslag. Ja. Dat weet ik nog wel. Dat was echt heftig, hè? Ja, dat was heel heftig. Oh. Ja, maar het was wel echt leuk om je... Wat denk je dat we gaan eten? Ik hoop... Nou, ik denk een salade of zo. Ja, maar, daarvan? Ja, ik vind het wel lekker. Dat kan ik jullie wel vertellen. Goedemiddag. Oké, okay. Hallo. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ik heb een envelopje voor jullie. Ga ik met jou beginnen. Ja. Dankjewel. We hebben jullie een opdracht. Jullie mogen het niet aan elkaar laten zien, maar jullie mogen wat gaan opschrijven. Een eigenschap dat jullie denken gemeen met elkaar te hebben. Dan gaan jullie aan het einde van de avond even kijken of dat matcht. Want dan kennen jullie elkaar wat beter. Of dat matcht wat jullie nu denken. Oké. Okay. Dat mogen we nu opschrijven. Ja, dat mogen we opschrijven en niet laten zien aan elkaar. Oké. Okay. Alsjeblieft. Zo, moet ik echt even nadenken hoor. Ja, ik ken jou wel goed, maar jij kent mij natuurlijk niet. Dus ik ben nou, benieuwd. Ik weet niet of jij mij heel goed kent hoor. Maar... Ja, oké, okay. Niet persoonlijk, maar ik weet wel wie je bent. Ja, ja, oké. Okay. Even kijken. Oké. Echt benieuwd wat je hebt opgeschreven. Ik ben ook heel benieuwd wat jij hebt opgeschreven. Wil je water? Ja, doe maar een beetje extract erin. Ja? Kom maar. Okay. Maar ik heb ook wel zin in wijn. Ik heb ook wel zin in wijn. Lekker, oké. Oh, alsjeblieft. Neem ik de envelopjes mee. Oké. Okay. Dankjewel. Ja. En dan zal ik jullie omdoen van décloché. Ben benieuwd. Décloché. Oké. Okay. Alsjeblieft, uit. Dankjewel. Décloché. Dankjewel. Ziet er lekker uit. We gaan eerst proosten. Mhm. Oh, wat een mooie avond. Ik vind het echt tof dat ik dit mag doen. Ja, dat is ook heel leuk. Cheers. Aankijken, hè? Aankijken. Oh. Oké, okay. Ja, nou. Ik zie trouwens kaas op tafel. Mm-hmm. En ik denk dat het de bedoeling is om dit te pakken. Oké. Okay. Dus ik geef jou de eer om één te pakken. Eentje te pakken? Ja. Oké. Okay. Moet ik hem voorlezen? Ja. Oké. Okay. We zijn op dit moment in de Hortus, een van de oudste botanische tuinen ter wereld. Heb jij eigenlijk groene vingers? Ik ben niet zo'n tuinierder persoon. Nee, ik hou daar niet van. Jij? Okay. Ik wel. Ja? Ik heb bij de bloemist gewerkt 3 jaar lang. Oh, echt? Ja. Waar? Gewoon station, onder het station in Almere Buiten heb ik gewerkt. Oké, okay, hoe oud was je toen? Van mijn 14e tot mijn... 16, 17 of zo. Wat sprak je dan echt aan hier van, ja, dit vind ik nou echt leuk. Ik begon daar op stage. Ja. Ik moest daar snuffel stage lopen. En het was zo leuk en ik deed het zo goed dat ze me hadden aangenomen voor zaterdag een baantje. Oké. Okay. Toen ben ik daar uiteindelijk 3 jaar lang gebleven. Oh, wow. En, echt superveel geleerd ook over bloemen, bloemschikken, grafstukken maken. Oké. Okay. Dus, ja, en je was vooral gewoon veel in contact met klanten en zo. Dat vond ik ook heel erg leuk. Mis je het wel eens, dat werk? Ik denk, ik wil het eigenlijk nog wel een keertje doen. Ik zou het nog wel een keertje willen doen, ja. Ja? Maar niet in de winter, want het is echt verschrikkelijk. Wat dan? Koud. Oh, die wijn gaat er goed in. Hè? Ja, lekker. Ik kom wel bekend voor deze wijn. Ik weet, het is droog. Wel een droge wijn. Mm-hmm. Wat is de meest bijzondere plek waar je ooit bent geweest? Mooie vraag. Oeh. Ik denk Expeditie Robinson. Ja? Ja. Hoe was dat? Ik vind dat zo vet. Ik zou dat ook een keer willen. Ja, het was gewoon, je hebt daar niks. Nee, ja? Het is gewoon echt letterlijk leven in het wild. Ja. Ja, eten zoeken. Is het echt wat echt je ziet overleven. Op tv? Het is echt, maar geloof mij, het is nog erger dan wat je ziet. Want je bent daar en je hebt gewoon niks. Je zit daar gewoon de hele dag stil. Zoals me afwachten. Moet je maar afvragen of je eten krijgt s'avonds. Of wat je er kan vinden, zeg maar. Mm-hmm. Dus het was wel een van de bijzondere plekken waar ik was geweest. Het gesmaakt. Ja, het was lekker. Lekker. Okay, ja, ik heb niet alles op. Nee, maar dat komt omdat ik net taart had gegeten. Ja, nee, dat geeft niet. Het was echt lekker. Oké, okay, dankjewel. Ik ga zo lekker een hoofdgerechtje voor jullie maken. Is goed. Een lekker stukje vlees. Dankjewel. Alsjeblieft.
Nou, wie was er aan de beurt met de kaarten? Ja, pak jij maar. Ik? Oké. Okay. Ja. Nou. Waar waarderen jouw vrienden jou het meest voor? Nou, vertel op. Ik denk dat mijn vrienden me waarderen, omdat ik wel altijd voor ze klaarsta. Ik ben wel een persoon dat als mijn vrienden wat hebben, of als ze zich kut voelen, of iets, en zij bellen mij, dat ik wel altijd voor ze klaarsta. En dat ik ze altijd... Ik app sowieso al mijn vrienden altijd wel... Probeer ik te appen per dag van, hoe gaat het met je, wat ben je aan het doen, weet je wel. Zo, dus dat ik wel heel erg aan ze denk. Oké. Ja. Kom ik even storen met hoofdgerecht. Oh, lekker. Oké. Oeh, ja, dit is warm. Ja. Oeh. Alsjeblieft. Dankjewel. Tweemaal décloché. Oeh. Lekker. Zeg, eet smakelijk. Dankjewel. Lekker, dankjewel. Oké. Ik smak. Als er nu een documentaire zou gemaakt worden over jouw leven, welk onderwerp zou hierin terugkomen? Als er nu een documentaire over mij gemaakt zou worden, wat zou er terugkomen? Ja, ik denk dat ik wel wat weet. Dan? Ik heb sinds 2 jaar heb ik een vriend. Daarvoor had ik altijd vriendinnen. En toen ben ik uit de kast gekomen. En er zijn heel veel mensen die niet dat over mij weten. En die dat ook niet verwachten. Want ik krijg ook heel vaak mensen die dan, waar ik het tegen vertel, weet je wel, die zeggen van, oh, ik ben van drugslab. En ook dan zeg, met wie ben je hier? En zeg, ja, met mijn vriend. En dan zo, heb jij een vriend? Weet je wel, zo. Ja. En dan heel verbaasd. Maar dan denk ik van, ja, waarom moet je daar zo verbaasd over zijn? Weet je wel, van, hoe moet ik dan zijn om een vriend te hebben? Want hoe was het om dat uit de kast te komen? Ja, ik had daar zelf geen moeite mee. En mijn vrienden ook niet. En mijn familie allemaal ook niet. Die vonden het allemaal prima. Ik heb het ook gelijk gezegd, want ik werd verliefd op een jongen. En toen dacht ik van, En toen belde ik mijn ouders. Ik zeg, pap, mam, ik ben verliefd op een jongen. Hoe kan dat? Het zijn alles van, ja, ik denk dat je dan gewoon op jongens en meisjes valt. Dat dat gewoon dus je bent eigenlijk zo is. Ja, zo beschouw ik mezelf nu wel. Ja. Oké. Okay. Dus ik denk dat dat wel een onderwerp is om laten terugkomen dat mensen denken van, hey, weet je wel, van, dat ze dat weten. Van, hey, ja. Zo. Ja. Ja. Oké, wel een mooi onderwerp. Ja, toch? Ja. En jij? Ja, jij hebt natuurlijk ook een keer ook wat. Ja, ik heb al een documentaire gemaakt. Maar wat zou je dan nu? Wat zou erin moeten nu? Ik denk dat er toch wel heel erg veel veranderd is in mijn leven. En ik denk zeker ook qua persoonlijke groei. Ja. Dus dat zou ik wel heel erg graag willen laten zien. Ja. En waarin ben je dan het meest gegroeid, denk je? Ik denk dat ik mijn eigen keuzes maak nu. Ja? Ja. Want het was eerst niet... Nee. Dus nu eigenlijk alles wat ik doe, komt wel echt gewoon... Ja. Omdat ik het zelf ook echt wil. Mm-hmm. Waren er daarvoor mensen die dat voor jou deden, die keuzes? Ja. En als je daar nu op terugkijkt? Is dat een leerpunt geweest, maar denk ik meer gewoon leerpunt voor mezelf. Dat zou je nu nooit meer gebeuren? Nee, maar ja, als het gebeurt, dan ben je ook gewoon gelijk alert. Dan weet je ook gelijk van, ja. En gewoon, moet nu scherp zijn. Kaartje. Welke belangrijke keuze heb je onlangs gemaakt? Om te gaan samenwonen. Oh, echt? Ja, we zijn op zoek naar een huis. We hebben vanmiddag echt een superleuk huis gevonden. Er zijn nog meer mensen die het willen, maar we hebben echt gelijk alles... Is leuk? Ja, wat echt, voor huis is het? Het is tegenover de Westentoren en tegenover het Anne Frankhuis. Ja, iedereen weet waar je woont nu? Ja, maar niet. Ik denk dat niemand me kon opzoeken. Denk je? Maar nee, dat is echt... We waren vanochtend en toen dachten we echt... Ja, dit is het. Dit moeten we echt hebben. Ja. Mooi. Nou, dan als je dat wil, dan zal het universum... Geven. Ja, denk je? Ik hoop het. Ja. Het zou echt mooi zijn. Ja, ik hoop het ook voor je. Je bent begonnen met vloggen, maar inmiddels heb je al je vlogs verwijderd van YouTube. Waarom? Oh, dat vind ik wel een hele goeie. Daar ben ik ook echt benieuwd naar. Ik wist dat niet eens dat je ze verwijderd had. Ja, omdat ik gewoon niet meer geconfronteerd wil worden met die tijd. Nee. Voor mij als... persoonlijk niet, maar ook gewoon niet meer. Dat wil ik. Ik wil ook gewoon niet meer dat de buitenwereld dat ziet. Ik weet dat het best wel gewoon. Ik was daar super jong. Dus ja, dingen die ik daar zei of hoe ik me daar gedroeg. Dat zijn gewoon typisch dingen die je 16-jarige uitkraamt. Snap je? Ja. Je wordt ook gewoon ouder en op een gegeven moment wil je er ook niet meer mee geconfronteerd worden. Nee, snap je? Dus heb ik de keuze gemaakt om alles offline te halen.
En dat ik dan gewoon zelf alles nog terug kan kijken als ik dat wil. Ja. Maar ik vind niet dat ik dat nog openbaar wil laten staan nu. Wat is momenteel de mooiste les die je in je leven hebt geleerd? Niet naar anderen luisteren, maar naar jezelf. Ja, dat vind ik een hele mooie les. Ik moet gewoon doen wat ik zelf wil. Dat heb ik altijd wel een beetje gedaan. Alleen de laatste tijd heb ik wel heel veel naar anderen geluisterd. Snap ik. En je gaat heel vaak ook, zeg maar, bepaalde keuzes die je maakt. Hoe moet ik het uitleggen? Die maak je dan naar aanleiding van wat andere mensen vinden en precies, wat ze zeggen. Ja. Als je diep in je hart kijkt, weet je dat je dat zelf misschien niet had gedaan. Inderdaad. Ja, maar ik heb altijd al wel een beetje gehad dat mensen altijd zeiden van, hey, beter dat. Ja. En ik luisterde daar wel altijd naar. Maar nu heb ik zoiets van, ja, fuck it, weet je wel. Ik ben 26, ik ga nu gewoon een keertje aan mezelf luisteren. Kijk wat ik zelf wil doen. Ja. Het is je eigen leven. En ik denk ook altijd van, ik leef maar één keer en ik ben bang dat als ik later 80 ben en ik kijk terug op mijn 20 jaren, dat ik denk van, shit, had ik echt anders moeten doen. Had ik echt zelf dit moeten beslissen of dat moeten doen, weet je wel. Ja, also, zelfs dat heb ik nu al. Ja, zeg maar van bijvoorbeeld een jaar geleden. Of twee jaar geleden. Oh, shit, man. Mm-hmm. Ik heb echt keuzes moeten maken daarin. Stress je dat dan niet soms? Dat je nee, denkt van, maar dat, kijk, dat zijn alleen maar dingen waar je van kan leren. Ja, dat is die waar. Je dan snel kan aanpassen de keuze die je nu maakt. Ja, oké. Okay. Wat vind jij op dit moment het grootste nadeel aan beroemd zijn? Dat er superveel van je wordt verwacht. Ja, in welk opzicht? En er een hele erge sociale druk op je ligt ook. Denk ik. En wat dan? Je moet gewoon continu blijven presteren. Op het moment dat je dan een keertje niet zo presteert zoals dat jij had gewild, dat je dan echt, je kan gewoon super depressief voelen. Heb je dat vaak? Ja, omdat ik ben een persoon die wil echt continu blijven presteren. En als ik dan een keer niet presteer of iets loopt niet zoals dat ik had gewild, kan ik super, super depressief en boos worden. Ja. Maar nekt dat je dat soms niet? Dat je denkt van, pff, jongen, laat het allemaal maar en nee. Gaan we wat anders doen? Want nee, dat zorgt juist voor dat ik harder ga. Ja? Oké, dat is wel goed. Ja. Maar ben je dan nooit bang dat als je straks 40 bent of zo en dat je denkt van, Dat dan opeens komt. Dat je denkt van, pff, ik heb altijd moeten presteren. Altijd mensen allemaal leuk moeten doen. Allemaal ja, mensen maar ja, tevreden dat is, houden. Maar daarvoor zit ik nu ook gewoon, zeg maar, daar praat ik wel gewoon mee. Ja. Over, zeg maar, met mensen. Dus die daar verstand van hebben. En die, voor zo'n psycholoog ook, die je daar dan wel ondersteunen. Zo, ik denk wel dat dat belangrijk is om te doen ook. Inderdaad, zoals wat jij zegt, dat als je later 40 bent, dat je wel gewoon op een leuke manier kan terugkijken. Precies. En die mensen die leren je ook gewoon bepaalde trucjes aan. Dat je gewoon daar anders mee kan omgaan. Ja. Als er één ding was in je leven wat je anders had kunnen doen, wat zou dat dan zijn? Misschien, nee, eigenlijk niet, nee. Nee, ik denk ook gewoon van, kijk, je leeft je leven en daarin maak je bepaalde keuzes. En zo hoort het gewoon te gaan. Mm-hmm. Dat heeft het universum al voor jou bepaald. Dus ja, ik heb nergens spijt van. Jij? Vind ik wel een mooi antwoord. Als ik één ding anders had mogen doen? Ik zat pas te denken, ik wil wel heel graag een keer acteren. Dat lijkt me superleuk. Dus ik zat zo te denken, misschien had ik wel naar de toneelschool moeten gaan. Dat leek me ook wel heel leuk om te doen. Ik doe nu een mediaopleiding. Is wel heel leuk, maar wel heel cliché. Doet het iedereen. Dus soms dacht ik wel eens van, misschien had ik toch wel mediaopleiding. Ja. Of niet, want misschien was je dan ook niet hier waar je. Nee, dat is waar, zeker. Maar ik heb nu twee vrienden van mij die zitten op toneelschool. En dat is wel echt dat ik dingen hoor dat ik denk van, oh, dat is wel vet, man. Lijkt me ook wel leuk, dat had ik misschien ook wel willen doen. Als ik misschien één ding zou veranderen, had ik dat misschien wel willen doen. Ja? Ja, lijkt me echt leuk. Dan kan alsnog, hè? Ja, maar ik ben al oud. Ik ben 26, ik leer niet meer zo snel. Tuurlijk wel. Dat is allemaal nee. Jawel, als jij goed kan acteren, kan je acteren? Nou, dat weet ik dus niet. Ik heb nog nooit geacteerd. Nee, ik heb vroeger al de schoolmusicals gespeeld en zo. Hoofdrollen? Nee, ik kreeg een bijrol, want ik kwam mijn werkstuk nog niet af. Maar ik denk dat ik wel de hoofdrol had kunnen pakken, denk ik. Misschien had je dan je werkstuk moeten afmaken. Ja, in plaats van dat. Nee, maar dan had ik misschien wel, als ik ooit werd gevraagd voor een rol, dan zou ik het wel doen. Dan zou ik het wel leuk vinden, ja. Misschien had je je werkstuk moeten afmaken en dan had je die hoofdrol. Dat had ik moeten veranderen, dat. Ja. Mijn leven. Heeft het gesmaakt? Ja, het was echt lekker. Goed zo, kan je me de recept sturen, of niet?
Ja, dat kan ik wel doen. Maar je kan me ook gewoon een keertje inhuren en dan kom ik bij je thuis koken. Top. Nou, misschien moet ik dat een paar keertje doen. Ja, leuk. Oké. Leuk als je een keertje een dateavond hebt met je vriend. Of dat je laat je gewoon leuk, als verrassing. Zijn. Dat je opeens zo een tik. En dat is ook iemand zo. Leuk, ja. Dat je hem gewoon uitnodigt bij jou thuis. Als verrassing. Maar dan moet hij dit nu niet kijken. Nee. Ja, of we het al hebben gedaan, zeg maar. Oh ja, dan moet ik even straks vragen wanneer het wordt uitgezonden. Dan kan ik dan vast daarvoor worden, inderdaad. Oh ja, goeie, ja, is wel leuk inderdaad. Leuk, ja. Dus hè? Ik ben ook zo'n persoon, ik zou dat doen. Ja, ben je romantisch? Ja, ik zou, ja? Dat, leuk. Ja, ik zou dat wel doen. Ik zou dat wel organiseren en zo. Dat is wel leuk. Nee, oh, lekker. Lekker. Alsjeblieft. Top, dankjewel. Oh, dankjewel. Oh, mooi. Waar ben je het meest dankbaar voor in je leven? Mijn familie, mijn vrienden. Mensen die daar ook gewoon voor jou zijn. Ja. Altijd. En dat is voor mij wel heel erg belangrijk. Mooi. Uiteindelijk zijn het ook mensen waar jij gewoon altijd gewoon jezelf kan zijn. En je hart kan luchten. En op het moment dat je een probleem hebt, dat ze daar dan ook echt daadwerkelijk zullen zijn. Dus ik vind dat wel het belangrijkste. Ja. En jij? Ja, ook wel, denk ik. En vooral mijn ouders. Gewoon omdat mijn ouders best wel, echt wel veel voor me zijn geweest. Ik vroeger best wel, kijk, ik was geen kut persoon, maar ik was best wel een beetje een moeilijk persoon. Ook heel erg ADHD had. En mijn ouders best wel veel achter me aan moesten zitten. En met alles van, ga dat nou doen? Of doe even dit? Of met school? Of met sport, weet je wel? En als je jong bent, dan denk je van, weet je, laat me met rust. Maar achteraf dan kan ik dat wel echt waarderen van ze. Dat ik denk van, ja, goed dat je dat hebt gedaan. Want het heeft wel de persoon gemaakt wie ik nu ben. Weet je wel, zo. Ja. Dus dat vind ik wel echt, ja, dat waardeer ik inderdaad ook echt. Ja. Oké. Ook een mooie vraag. Wat heeft de toekomst voor jou in petto? Ja, wat heeft de toekomst voor mij in petto? Ja, ik hoop natuurlijk heel erg veel leuke dingen. Dat ik eigenlijk alleen maar dingen kan doen die ik zelf heel erg leuk vind. Ik hoop ook. Ja, dat is de toekomst. Ja, ik hoop natuurlijk gewoon later gelukkig zijn. Met je kinderen? Ja. Ja? Hoeveel? Dat weet ik niet eigenlijk. Ik heb altijd gezegd 2. Ja. Sowieso 2. Oké. Okay. Ja. En over hoe lang denk je? Dat weet ik niet. Ik denk op het moment dat het gewoon de juiste tijd is om het om eraan te beginnen. Mm-hmm. Nog volop in mijn carrière. En op het moment dat ik een kind krijg, wil ik wel gewoon daar 100% tijd aan kunnen besteden. Ja, mooi. Dus, ja. Oké. Okay. En jij? Wat brengt de toekomst mij? Nou ja, mijn eigen programma. Dat zou ik heel tof vinden. En gewoon echt dat ik daar mijn werk van kan maken. Gewoon dingen maken en dingen presenteren. Dat is echt waar ik gelukkig dingen van word. Creëren. En dingen creëren, inderdaad. Dat is echt iets waar ik gelukkig van word en waar ik echt voldoening uit haal. Ja. Daar zijn ze weer. Oh ja, die hadden we ook nog. Ja. Deze heb ik voor jou. En deze voor jou. Jullie krijgen elkaars envelopje. Oké. Okay. Okay. Gaan kijken of dat allemaal klopt. Oké, okay, we gaan gewoon nog kijken of niet. Nee. Oké, okay, 3, 2, 1. Oh. En je hebt wel gelijk. Ja, dat is ja. Wel haar levensgenieter. Ja, ja, jij hebt ook wel gelijk. Ja, ik ben ook lief. Ja, ja. Ja, ik wil het maar even toelichten, want ik vind wel, soms zeggen inderdaad, van ik vind jou gewoon een heel lief persoon. En zo kom je ook over. En fuck al die mensen die slecht over praten, echt, want ze zijn gewoon jaloers. Al die mensen zijn gewoon fucking jaloers, echt waar. Oh, echt. Ja. Nou, ik vind jou ook heel lief. Dank je wel. En een levensgenieter. Ja, ik denk dat jij echt een levensgenieter ja, bent. Dat is zo. Zo. Dat denk ja, ik. Ja, dat is ja, echt zo. Nou, superleuk. Nou. Okay, nou, dat was het etentje. Ja. Ik wil nog één keer proosten op deze gezellige avond. En ik vond het superleuk. Ik ook. Met jou aan tafel te zitten. En ik vond het echt, ja, leuk. Ik ook. En we zien elkaar vast van de toekomst nog een keer. We zien elkaar sowieso ja. Een keertje in de toekomst. Gaan we die proosten? Ja, we gaan het doen. Cheers. Ja, dankjewel. En nog een slok. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Museum Nacht Amsterdam.